Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Deltion College en IQ Media. Aanstaande zondag speelt PEC Zwolle tegen FC Twente. En gezien de ranglijst een ware topper. Ik ben blij dat we weer een thuiswedstrijd mogen spelen. Natuurlijk interlandweek gehad. Dus een weekje niet gevoetbald. Dus we zijn er klaar voor. Door de schorsing van Thomas Neesiet ligt het voor de hand dat Stef Nijland de spitsenpositie gaat overnemen. En dus zal starten tegen FC Twente. Een van de dingen die als je als trainerstaf keuzes maakt, is dat je logische dingen doet. Dus dit is logisch. Ik ben natuurlijk gewend om vanuit het middenveld mee te gaan spelen of vanaf de linkerkant. En we zijn er inderdaad dit seizoen in de voorbereiding mee begonnen. En eigenlijk vanaf moment 1 is dat goed bevallen. Ik doe het op mijn eigen manier. Als je ook ziet, Thomas Nees is bijvoorbeeld een heel ander type spits. En ook aanstaande zondag zal ik dat op mijn eigen manier weer proberen in te vullen. Maar goed, je speelt met veel goede voetballers om je heen. Dus in dat opzicht is de aanpassing tot nu toe niet heel moeilijk geweest. En betekent dat ook dat Vervelens voor het eerst plaatsneemt op de bank? Dat weet hij zelf nog niet. Maar dat zou ook logisch zijn. Dus lijkt me een goed idee. FC Twente, dat tot nu toe 1 keer verloor en 6 keer gelijk speelde, is een ploeg die zeer degelijk speelt. Met een aantal goede voetballers. Bij Twente moet ik eigenlijk een beetje denken aan Vitesse, wel iets anders. Maar dat het heel moeilijk is om de bal snel en veel te veroveren. Omdat ze heel geduldig zijn en balvaardig en gewoon een heel goed positiespel hebben. Met een uitstekend meevoetballende keeper. Dat betekent dat als je de bal wat minder hebt, dan heb je ook wat minder kans om te scoren. Maar ze zijn ook wel zo dat Vitesse die speelt als ze de bal niet hebben nog aanvallender. En Twente speelt dan heel goed georganiseerd en heel dicht bij elkaar. Dus die twee dingen bij elkaar maakt het wel toe dat het meestal niet altijd geweldig spectaculaire wedstrijden zijn met veel doelpunten als Twente meedoet. Ik denk ook individuele kwaliteit natuurlijk, meerdere spelers die een goal kunnen maken. Dus goed, daar zijn we goed op voorbereid. En aan de andere kant, ik kijk graag naar onze eigen ploeg. En er staat weer heel veel voetbal op het veld aanstaande zondag. Dus kan een mooie pot worden. De grootste kansen liggen in onze eigen kwaliteit. 5 keer thuis gespeeld. Of 6 keer thuis gespeeld, 5 keer gewonnen, 1 keer gelijk gespeeld. En niet tegen de minste tegenstanders. Dus wat dat betreft ben ik wel heel benieuwd. We hebben tegen Heerenveen en die 2-2. Bij fases was het goed, maar was die 2-2 was terecht. In Groningen hebben we verdiend gewonnen. Maar Twente is weer net een stapje hoger dan Groningen en Heerenveen. En dat is heel mooi of we dat ook weer kunnen brengen wat we hebben laten zien. En met name tegen PSV hebben we dat geweldig gedaan. En de groep staat er aardig fris op. Dus we gaan er met vertrouwen naartoe. Dus de grootste kans ligt gewoon in onze eigen kwaliteit als team. En ook een aantal spelers individueel. Mokotjo, Lachman en Mokhtar vertrokken het afgelopen jaar alle drie naar FC Twente. Dit wordt een leuk weerzien met de oude spelers van PEC Zwolle. Dat is heel leuk om de jongens weer te zien. En ik heb zelf ook wel eens gezegd, we spelen tegen Zwolle 2. Maar dat doen we Twente en de jongens absoluut tekort. Want die jongens hebben zich hier hartstikke goed ontwikkeld. En Mokotjo en Mokhtar verwacht ik dat ze starten. En Daryl Lachman heeft het wat moeilijker. Maar die komt er ook wel volgens mij. Er zijn wel goede collega's geweest hier. En die hebben natuurlijk die stap naar Twente ook dik verdiend. Maar goed, aanstaande zondag zijn ze de tegenstander.